Goedemiddag. Bij mij staat Ayla De Brucker en we staan hier vandaag aan het zaal Perske waar jullie binnenkort iets organiseren. Dag Ayla. Dag Dirk. Jullie organiseren hier binnenkort iets en wat juist Ayla? Wij organiseren een benefietavond voor Gaza. Dus ten voordele van verschillende projecten in Gaza. Zoals u weet is de situatie verschrikkelijk. Ja. Het duurt nu al meer dan 6 maanden. En wij willen ook proberen iets te doen, te steunen door nu een benefietavond te organiseren. Ja, inderdaad. Het is van de week nog op nieuws geweest. Hè. Er is de afgelopen dagen terug 324 lichamen gevonden. Het is wel een erge toestand daar. Ja, het is verschrikkelijk. En de vraag stelt zich, wat kun je doen als gewone burger? Een aantal dingen, niet zo heel veel. Maar wij organiseren dus deze avond om geld in te zamelen voor een aantal projecten. Ja. Ayla, heb jij eigenlijk een link met Gaza? Niet persoonlijk, ik doe dit gewoon vanuit betrokkenheid. Ik ken een aantal Palestijnen, maar mijn betrokkenheid is al lang aanwezig en ik wil gewoon iets doen. Goed, en ik heb ook al op de website, alleen op jullie social media gezien, jullie hebben een heel uitgebreide waaier van gasten. Wie komt er juist allemaal? Ja, we hebben inderdaad een mooi aanbod voor de avond. Er komt een Ludo de Brabander komt zijn boek voorstellen, Gaza, een koloniale geschiedenis. Er zullen getuigenissen zijn van Palestijnen. Er is ook muziek, poëzie, een kunstentoonstelling. Het is een heel mooi aanbod, allemaal in teken van de Palestijnse cultuur. Ja, inderdaad, want de frontman van School is Cool is ook de gast, heb ik horen zeggen. Ja, dat klopt. Johannes Schenaar heeft toegezegd om te komen op onze avond. Hij is zelf ook betrokken bij heel de situatie, zoals alle artiesten. En wanneer is juist de benefiet? De benefiet gaat door op 17 mei, vrijdagavond 17 mei. Ja. Dus ik wil jullie hierbij van harte oproepen om zoveel mogelijk te komen door jullie aanwezigheid te steunen en ook zoveel mogelijk mensen hierover aan te spreken. En moeten de mensen op voorhand inschrijven? En zo ja, hoe langs waar gaat het dan? Er zijn twee opties. U kunt gewoon komen en aan de deuren inkomen betalen. Dat is €12. Voorverkoop is €10. U kan zich inschrijven via mail. Alle informatie is te vinden op onze social media. Ook op de site van Mortsel, uit in Vlaanderen. Ayla, hartelijk dank voor deze toelichting. En we zien jullie zeker terug op de benefietavond. En hopelijk komen er heel veel inschrijvingen. Want het is een heel mooi initiatief. Dankjewel. Hartelijk dank. Bedankt.